Mijn nieuwe favoriete baan ooit. Dat was Yoshi's Island uit de nieuwe fruitbeker. En nu gaan we voor het eerste boomerangbeker spelen. Daarin hebben we Bangkok Break uit Mario Kart Tour, Mario Circuit van de DS, Waluigi Stadium van de GameCube. Mario Kart Double Dash voor de GameCube was mijn favoriete Mario Kart, dus dat vind ik vet. En Singapore Skyline, ook uit Mario Kart Tour. Maar we beginnen dus bij Bangkok Break. Laat even weten in de reacties wat jouw favoriete Mario Kart baan is, want ik heb dus zomaar nu opeens een nieuwe favoriete baan. Heel vet. Doe de duimpjes natuurlijk even omhoog. En vergeet niet te abonneren, want daar help je mij heel erg mee. Ik hoop ooit een keer 10.000 abonnees te halen op dit kanaal. 10.000? Dat hebben we natuurlijk al lang gehaald. 100.000 abonnees. Dat hoop ik ook ooit nog een keer te halen. Dat zou super vet zijn. En het zou heel leuk zijn als jullie me daarbij willen helpen. Ik rij ondertussen door een fruitmarkt of zo. Dat zag er best wel cool uit eventjes. Ik wilde proberen of ik daar die trap op kon. Maar dat geloof ik niet echt. Die trap die zag er best wel stijl uit. Ik denk niet dat ik daar op kon. Kan ik hem schieten? Ik kan hem schieten. Lekker. Dat was heerlijk. Hotse flots. En door dubbele vraagtekens pakken. Er staat een Yoshi langs de zijlijn daar zo. Ik heb een banaantje. Hier zitten Yoshi's en Shy Guys en Toads op de bank. Even mezelf beschermen tegen een Red Shell. Door de straat heen rijden. Mario Kart Tour die heeft volgens mij elke ronde gewoon altijd andere stukjes of zo. Want dit ziet er weer heel anders uit dan die eerste ronde. En dat is met bijna al die Mario Kart banen. Dus ik bedoel die Mario Kart Tour banen natuurlijk. Even kijken hoor. Nu vliegen we hier door de lucht. Wat is dit? Wat is dit? Zo, dat is een of andere gigantische standbeeld of zo. Even kijken, hier kunnen we speed boost doen. Dan kunnen we nog deze ook pakken, zo, lekker. Dan kunnen we hier een shortcut nemen. Niet helemaal gelukt, maar dat zou wel handig zijn als je dat wel lukt. Dan is het een hele goede shortcut, denk ik. Hier doorheen, zo, hier doorheen. Ja, hier langs, korte bochtjes maken. Leuke baan wel. Veel kleine bochtjes en zo, kan je heel veel speed boost doen, daar hou ik wel van. Speel ik sowieso heel erg op altijd. Oh, jeetje. Dat was niet een hele goede bocht, want ik had hem echt verkeerd gelezen. Ja, het is voor mij elke keer de eerste keer dat ik deze banen speel. Want ik heb Mario Kart Tour eigenlijk nooit geïnstalleerd op mijn telefoon. Krijg je nou een Blue Shell? Hoor ik dat goed? Hoor ik dat goed? Een Blue Shell? Dat hoor ik zeker goed. Maar het is wel een prima moment, want ik bounce gewoon lekker door. Dus dat is top. Volgens mij kon ik daar wel... Nee, ik kon daar ook geen shortcut nemen. Hier naartoe. Ik had natuurlijk even het muntje vast moeten houden. Dat was veel slimmer geweest. Maar goed, we zijn denk ik bijna wel bij de finish. We zijn bij de finish. Hotsikotsi flotsi. Lekker tanoenki Mario. GG. Morten is tweede. Cat Peach derde. Dan nu Mario Circuit van de Nintendo DS. Ik heb de DS-versie van Mario Kart eigenlijk ook amper gespeeld. Heb jij die wel gespeeld? Ja, mijn meest gespeelde Mario Karts zijn die van de GameCube en... die van de Super Nintendo. Dus als die banen terugkomen, ja, daar word ik altijd heel erg gelukkig van. Oh, lekker dan. Er zit ook een spookhuis van de Super Nintendo. Die zit ook al in deze Mario Kart. Vind ik heel vet. Yo, wie rijdt daar opeens, joh? Waar kom jij opeens vandaan, Koompa Troompa? Die kwam echt met een gigantische shortcut, volgens mij. Heel netjes. Heel netjes. Ja, die moet ik allemaal nog een beetje leren, die shortcuts. Die weet ik allemaal nog niet. Dit zijn een beetje van die vervelende bochtjes. Met een motor is dat denk ik wel chill. Met een auto is het moeilijk om daar speedboost te krijgen. Daar heb je meer aan dit soort bochten. Alhoewel met een motor kan je ook knijterscherp door die lange bochten driften. Dus dat is ook heel erg lekker. Oké, er lopen allemaal Goombas op straat. Ga eens eventjes weg, jongens. Ga eens eventjes weg. Nou, kijk of ik nou even om die vuurbollen heen kan rijden. Ja, dat lukt wel. Nee, dat lukt niet. Wat irritant. Wat vervelend. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik had Morten ook geklapt. Dus dat is helemaal prima. Door deze bocht. In de verte Peach Castle. Altijd leuk om op Peach Castle uit te kijken. Het lukt mij niet echt om heel lekker te driften door deze bochten. De tweede en de derde bocht gingen beter. Lekker, oké, cool. Hier kuit erheen sturen. Zo, wat ze vlots. En een lekkere speed boost. Heel nice. Dit gaat goed. Dit gaat top. Let's go, let's go, let's go. Deze bocht even pakken. Nou, de derde keer is scheepsrecht, toch? De derde keer worden we nou een keer niet geraakt door die vuurballen, toch? Nee, hè? Eindelijk een keertje niet. Nice. Ik heb twee bananen in mijn inventory en ik sta best wel ver voor, volgens mij. Oh, er loopt een wiggly, wiggly, wiggly op straat. Vet. Leuk gedaan. Heel cool. Nou, ik ga deze bochten maar niet even proberen om te boosten. Ik ga wel gewoon deze lekker aansnijden, zo. Ja, zo, super boost. En dan hier nog een super boost. Heerlijk. Hotsakee. Weer eerste.
Ja, krijg ik nu een blue shell op mijn hoofd, maar die is toch echt te laat. Dan nu Waluigi Stadium van de GameCube. Ik hoop dat ik me deze nog kan herinneren. Ja, dat moet haast wel. Ik heb zelfs meegedaan aan het Nederlands kampioenschap op Mario Kart. Toen dat inderdaad, toen Double Dash helemaal een ding was. Dus als ik hier geen eerste word, dan zou echt niet best zijn. Ik moet wel zeggen, deze baan hebben we toen niet gespeeld. Deze die speelden we niet in bij de kampioenschappen. Maar maakt niet uit. We gaan ervoor. Ik zie dat Toad een aardige voorsprong... Toad Koopa heeft een aardige voorsprong genomen. Yo, Cat Peach. Banen die ik nog nooit heb gespeeld, dan word ik fluitend eerste. En banen die ik wel heb gespeeld, dat is allemaal moeizaam. Nou, oké. Overtuigend, Rick. Die neppe Piranha Plants zijn wel heel vet daar zo. Ik pak eigenlijk nooit die zijkanten daar. Ik ga gewoon dwars door het midden. Niet mij schieten met je vuurbal. Let's go. Niet mij schieten met je vuurbal. Hou op. Ga weg. Zout op. Ik rijd derde. Ik vind het niet cool. Ik rijd zelfs vierde. Ik wou hem zo hard pakken, hè, maar het is gewoon niet gelukt. Beetje jammer. Oh, maar met die green shell raakte ik de nummer 1 Cat Peach. Lekker dit. Oh, daar ging mijn red shell ook. Die was er gelijk vandoor. Het is wel een beetje een gladde baan. Zie je niet? Ik slide overal naartoe. No. No. Dit is een spannende race. Dat kunnen we wel zeggen. Ze doen aardig hun best. Ik zou hier echt een ster willen hebben, jongen. Dan kan je zo hard afsnijden, hè. Als je daar een ster hebt, dan kan je door die hele modderpoel heen. Dat is heel nice. Ja, ik ga nogmaals niet de zijkant pakken. Ik ga gewoon rechtdoor rijden. Ik heb nu een muntje, omdat ik eerst rij. Ik heb geen muntje, omdat ik een bliksem op mijn hoofd krijg. Tot zover het verhaal van Rick en zijn muntje. Wat is de vlot. Let's go. Klein beetje naar de buitenkant uitwijken. Want we willen eventjes deze dubbele vraagteken pakken. Ik wil sowieso even een wapen nu. 2 bananen, heel goed. Dan hou ik er eentje gewoon standaard achter me. Let's go. Oké, hebben we nu orde op zaken gesteld? Laat ik nu zien dat ik mee heb gedaan aan de Mario Kart Double Dash Deluxe kampioenschappen. Of gaat het hem niet worden? Nou, daar ging in ieder geval 1 van mijn banaantjes. En daar gaat de nummer 2 van mijn banaantjes. Die is er ook vandoor. Ik word flink aangevallen. Ze vinden dat ik niet stoer moet doen, denk ik. Rick, hou gauw je mond. Oeh, ik had eigenlijk wel die mushrooms daar kunnen pakken in de modder. Heb ik niet gedaan. Gemiste kans. Hier nog een mushroom, die heb ik ook niet te pakken. Daar ligt er nog één. Die hoop ik wel te pakken. Let's go. Hou op met die gekke bliksems de hele tijd. Rijdt Morten nou echt vlak achter me of lijkt het maar zo? Nee, Morten rijdt ver weg. Oké. Ik heb alleen nog Cat Peach achter me die wat kan doen, denk ik. Een beetje kort bochtje pakken. Hopen dat zij geen red shells pakt. En dat ik rustig naar de finish kan rijden. Mijn muntje wordt afgepakt. En ik ga hier doorheen. En dan zijn we weer eerste. Yo! Lekker! GameCube baantje. Ik heb nog niet de ideale lijnen voor deze baan hoor. En nogmaals, deze baan heb ik dan weer precies niet zoveel gespeeld. Allemaal excuses. Dan nu de Singapore Skyline. Ook het Mario Kart Tour. Dit ziet er ook wel weer vet uit. Hè? Kijk al die lichtjes jongen. Oh, dat is zo cool. Zo cool. Cat Peach gaat mij gewoon weer voorbij. En ik rijd precies tussen de vraagtekens door. Ik wou dus testen of het kon dat ik misschien 2 vraagtekens zou pakken daar. Nou ja, in plaats daarvan had ik er precies 0. Heel lekker. Oh, we gaan naar boven. Oh, gaan we door het water? Ja, we gaan door het water. Lachen. Goomba's, een van die bandjes. Die reddingsboeien. Cat Peach gaat lekker hoor, jongens. Cat Peach gaat heerlijk. Oh, dit is zo jammer. Ik moet niet te dicht achter de rijden, want dan... Ja, dan gaat ze me pakken. Maar ik pak haar nu lekker. Oké, cool. Ik heb een muntje wel gepakt. Ik ga zo langzaam. Ik denk ik pak een keer een andere auto of zo, maar... het schiet niet op. Het schiet niet op. Ik dacht dat het een supersnel autootje was, maar dat valt toch pittig tegen. Valt toch pittig tegen, jongens. Nee. Precies wanneer ik een banaan heb om mezelf te beschermen, krijgen we weer een bliksem. We rijden nu door een klein marktje of zo, denk ik. Dat dit is. Lekker een food halletje, maar dan outdoor. Oké, ik heb nu een toeter. Geen waterscooter, helaas. Ik moest net wel door het water. Ik moet nu over het water zo te zien. Oh, nice! Nice, ik kon de blue shell afweren. Met mijn toetert. Lekker, oh, je kan niet over dat dak heen rijden of zo. Dan moet je er of overheen vliegen of doorheen vliegen. Oh, oké, hier moeten we de buitenkant hebben. Heel goed. Even een muntje vasthouden nu. Niet gelijk gebruiken. Wachten tot ik nog een vraagteken vind. Let's go. Dit is een leuk stukje. Dit is een heel leuk stukje. Dit is de leukste ronde van deze baan. Maar ik ga niet lekker. Ik denk dat ik zo word ingehaald. Dat dacht ik al. Oh, ze doet het ook nog, hè? Ze doet het ook nog gewoon. Dit is jouw verdiende loon. Dat jij nu van de baan... Lig je niet...
helemaal daar? Hoe ben je helemaal daar, Cat Peach? Hoe dan? Laat mij... Ja, lekker! Ik hou je in! Heel goed! Is dit de laatste bocht? Of niet? Let's go! Dubbele vraagteken! Beschermen met de banaan! Is dit de laatste hoek, de laatste bocht? Nog niet! Waar is het einde? Bijna! Oh, maar ik keek naar de map. Ik keek naar de map, dat moet je niet doen. Als je niet weet hoe de baan is... Oeh, ik wou door het gras! Lekker! Daar is het einde. En we zijn gewoon weer 4 keer eerste. Ja, vette baantjes weer hoor. Echt heel tof. Ik ben heel erg blij met deze DLC. Binnenkort nieuwe characters. Hebben we 96 banen aan het einde van 2023. Mario Kart 8 Deluxe is gewoon een van de vetste games voor de Nintendo Switch. En dat zal die altijd blijven. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!